Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben vandaag opnieuw te maken met veel bewolking. Op de satellietfoto is Nederland nauwelijks te herkennen. En ook in België en Duitsland is er veel bewolking. Vanuit het noordoosten uit gaat het in de loop van de ochtend op veel plaatsen regenen. De temperatuur ligt vanochtend tussen de 6 en de 8 graden. En daarbij waait het amper. En vanmiddag is het een natte boel buiten, grijs en kil. Met een middagtemperatuur van 7 tot 12 graden. Ook vanavond is het nog nat, maar van het oosten uit wordt het geleidelijk aan op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daar verandert niet veel aan. Die schommelt tussen de 7 en de 10 graden. En morgen lijkt het erop dat het op veel plaatsen een tijd lang droog kan blijven, maar er kunnen ook verspreid een paar buien vallen. Het wordt iets minder koud dan de afgelopen dagen. De temperatuur ligt in de middag tussen de 10 en de 13 graden. Zondag is er nog weinig ruimte voor de zon, maar het blijft veelal droog. Er kan nog wel een enkele bui vallen. En het wordt dan 11 tot 13 graden. Maandag en dinsdag zijn droge dagen en dan zien we eindelijk de zon weer eens. Het wordt dan 12 tot 13 graden bij weinig wind. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.